Het Staatsziekenfonds, SZF, heeft een aanvang gemaakt met de bouw van het nierdialysecentrum te Nieuw-Nikeri. Daarnaast worden er activiteiten ontplooid om binnen niet al te lange tijd een one-stop-shop te hebben. Deze activiteiten passen in het kader van de viering van 30 jaar SZF in het district Nikeri. U weet het, we zijn overal in het land en Nikeri is ons eerste kantoor. Hier zijn we gestart en dat behoeft natuurlijk ook heel veel aandacht. En we hebben zoveel verzekeren gekregen nu dat we eigenlijk uit onze voegen groeien. Het kantoor kan de mensen niet meer huisvesten. En we zijn ook bezig, althans het staat hoog in ons vaandel, preventie. En in dat kader ook moeten we uitkijken naar meer opties, meer opvangmogelijkheden. En daar gaat de directeur straks meer over uitweiden. De overheid van het SZF is elk jaar nog steeds tussen de 9 en de 10%. En ik maak me sterk om dat te behouden, want 9 tot 10% is internationaal geaccepteerd. Met die overheid bedoel ik personeel, maar ook faciliteiten die we hebben. Alle faciliteiten die we hebben en die we onderhouden, het personeel die we hebben, valt binnen die 9 tot 10% overal internationaal geaccepteerd. En dat, ik zeg u echt, dat wordt betaald uit de eigen inkomsten die het SZF heeft, uit de vrijwilligerszekerden. Ik belast niet de regering daarmee. Dat komt uit de pot wat we verdienen met je portefeuille van vrijwilligerszekerden. Ik zeg u dit, alleen dat u weet, pe amoni ego, pe amoni emoto. Anders hebben we binnen de kortste keren spraakverwarring en verkeerde insinuaties die gaan komen. Ik stel dit duidelijk en ik ben blij dat de pers hier is, dat de pers dat ook aanhoort, dat onze overheid bij het SZF ja, een norm heeft welke internationaal is geaccepteerd, dus 19%. Dus dit kantoor komt op een andere locatie, niet hier. We zijn druk bezig geweest ermee en vrijwel zeker dat het daar komt. Ik heb goede gesprekken gehad met ROGB, ja, dat komt daar. Vandaag hebben we besloten, omdat u haast heeft om terug te gaan naar de stad, om hier naar twee locaties te gaan hier in Nieuw-Nikeri. We hebben besloten om beide borden als start zijn hier te plaatsen op dit terrein, zodat het makkelijker voor u wordt om zo meteen terug te gaan. Maar we gaan beginnen met de bouw, ja, en dan kijk ik naar mijn aannemer, mijn lieve aannemer. Ik hoop dat hij gebruik maakt van, we hebben nog steeds mooi weer, ja, ik hoop dat hij gebruik maakt van het mooi weer die we hebben, zodat het zal blijken dat wanneer we die dingen zeggen, we ook kunnen bewijzen dat we die dingen doen. En u kent mijn minister, ik zeg wat ik doe, maar ik doe wat ik zeg. Dus, wanneer we hier het startsein geven, en dan wil ik iedereen die negatief denkt, ook gelijk terecht wijzen. Mensen gaan zeggen, ze hebben weer een bord geopend voor politiek gewin. Ze hebben een bord onthuld. Ik daag die mensen uit om over een paar maanden, en over een paar maanden bedoel ik niet 10 maanden, we gaan afronden binnen 2 tot 3 maanden, dan zullen de gebouwen hier staan. Ik zal ook vanuit het beleid die doel geven, maar u begrijpt, de stichtingen binnen Volksgezondheid zijn vrij onafhankelijk. Niet altijd wil men gaan in de richting die jij wil, maar met een goede wil zal dat ook moeten lukken. Ik mag u zeggen, u hebt een mooie keten aangehaald. De achterkant, daar moet u niet komen. U moet niet komen dialyseren. Maar als dat nodig is, moet dat ook ten dienste staan van de gemeenschap. U moet niet verder komen dan de one-stop-shop, zegt de directeur.
En dat is helemaal waar. Want die trend gaat onverkort voor. Suriname gaat gebukt. Vaak denken mensen dat kanker doodsoorzaak nummer 1 is. Hart- en vaatziekten zijn verre weg voor op doodsoorzaak nummer 1. Ook wereldwijd. En daar moeten wij gaan naar voorlichting. Een goed initiatief van SFF om BOG, SFF Wageningen als spil te gebruiken. Straks voor heel Suriname. Omdat de regering denkt aan heel Suriname. En dan gaan we ook een bord onthullen voor een nieuw SFF kantoor. Ik wil u zeggen, de directeur belde me een poos geleden op. En hij zei van, ik ga een pand huren, want we kunnen niet meer. Meneer Boelen is helemaal met zijn personeel hier in Ikeri. Alle SFF'ers in Ikeri kunnen het niet meer aan om in dat gebouw de dienstverlening die met 100% is gestegen, nog op een goede manier aan het publiek te geven. En zoals de directeur het zegt, de president wil overal ontwikkeling. En een van zijn speerpunten is natuurlijk ook Ikeri, die de tweede stad moet worden. Ik heb hem toen gezegd, rust, we gaan naar een pand kijken, uitkijken. En dan gaan we daar eigen SFF-pand hebben, zodat je investering ook verantwoord is. De investering om zomaar te huren, ja, soms moet je huren, maar in dit geval, en gelukkig samen met ROGB, is nog een beetje geheim, maar samen met ROGB is er al een heel mooi pand in het vizier. En ik weet van deze directeur, hij gaat het uitvoeren. Het pand is niet zo ver van Nunikeri, het is aan de rand van Nunikeri. U zult er in de nabije dagen heel veel meer daarover horen. De directeur wil dat ik onthullingen doe over de twee andere projecten. Nou, in principe, de mensen van Oost weten al, er vereist een apotheek in Oost. Een lang gekoesterde wens, een wens dat al 5 jaar geleden was toegezegd aan de gemeenschap. Ook in West gaat er een apotheek van SFF reizen. En ik wil u zeggen, SFF doet een goed job. Het is natuurlijk dat kapitein Ricky die trekt aan het schip. Het is de kapitein Ricky die richting geeft met afstemming van volksgezondheid. Maar ook alle SFF'ers, of het nou de schoonmaakster is, de ICT-man, de PR-man, of whoever, SFF doet het gezamenlijk met hun captain. Want natuurlijk, als je een captain hebt die je de mist instuurt, dan gaat de boot ook zinken. Die captain houdt het stuur goed vast. Maar ook met jullie aller hulp, SFF'ers, gaat dat gerealiseerd worden. SFF can do the job en SFF gonna do the job. Ik feliciteer u tot slot van harte met 30 jaar Nunikeri en ik hoop dat SFF nog mag groeien en bloeien in heel Suriname natuurlijk, maar in het bijzonder in Ikeri. SFF gefeliciteerd, directeur en uw matrozen gefeliciteerd met 30 jaar SFF. Dank u wel.